De conditietest en spelregeltoets hebben sinds 1 oktober plaatsgemaakt voor themabijeenkomsten. Bij de scheidsrechtersvereniging in Velp maakten tientallen KNVB-scheidsrechters kennis met deze vernieuwde opzet. Dit is een themabijeenkomst. Dat houdt in van tot je hier geen training krijgt. Blikveld verruimen. Dat is vanavond het thema, jongens. Goed om je heen kijken. Zorg dat je in bepaalde spelsituaties altijd heer en meester blijft over het hele overzicht van het veld, de spelers en wat er omheen gebeurt. Dicht op de situatie staan is niet alleen voldoende. Soms is wat meer afstand beter. Een paar passen naar achter kan net verschil maken of je iets wel ziet of niet. Je blik vergroten op het veld. Dus niet alleen maar kijken waar die bal is, maar ook naar de rest wat er omheen gebeurt. En ook kijken hoe je daar je beste positie voor in kan nemen. Ze zijn zeer enthousiast. Zeker ook omdat ze een andere trainingsvorm zien. En een trainingsvorm waar ze direct wat aan hebben in hun wedstrijden. En dat is denk ik een goed uitgangspunt. Step! Hop! Goed. Dat is goed, goed. Kijk. Nou, telkens je maatje in de gaten, je blijft kijken wat hij doet. De groepen vind ik te groot. De groepen zouden gesplitst moeten worden in op zijn hoogst 30 personen per avond. Dan kun je dus 2 keer 15, dan kun je echt goed werken met de scheidsrechters. En ik denk dat dan dat de vruchten zal afwerpen. Heel mooi. Mooi. Lekker knallen.